zeggen, eerste eliminatie is gevaren, gewonnen. Nou ja, dan kan je niet veel beter het evenement beginnen. Ik had eigenlijk echt een goede dag en ik was vooral echt heel erg tevreden over mijn start. Want ze waren echt scherp vandaag, dus ja, daar was ik wel echt heel blij mee. Het is mooi om in Nederland te varen. Het is leuk ook met alle boys, waar ik vroeger natuurlijk ook altijd aan het windsurfen mee was. Die weer allemaal te zien en dan ja, gewoon lekker te rammen. We hebben veel gasten, veel goede gasten uit Aruba, uit Peru. Internationaal dus zelfs. De goede Nederlandse gasten, Ingmar, Adriaan, zelfs Dorian is erbij. Dus nee, we hebben een leuk veld. Wedstrijden, er zit verbetering in, laten we het zo zeggen. Een valse start te pakken en ja, dat gaat toch niet goed. Morgen, ik hoop weer goed te varen en zoveel mogelijk te leren en gewoon weer wedstrijdjes te winnen. Ik ga voor de winst, uiteraard. Ik bedoel, ik ben Nederlands kampioen vorig jaar, dus dit jaar is het doel uiteraard weer mijn titel verdedigen. En het zal tricky worden, het level is hoog, maar we gaan er alles aan doen om het weer binnen te slepen.